Minister Prahlad Seudin van LVV heeft het startschot gegeven voor de oprichting van een trainingscentrum voor melkveehouders en een model melkveebedrijf in Orissa Saramaka. Het initiatief komt van de Agrarisch Adviesraad van Saramaka om de melkproductie te stimuleren. Het melkveebedrijf zal dienen als praktijk- en kenniscentrum voor trainingen en bijscholing voor boeren. Ook wordt een genenbank opgezet voor verschillende grassoorten. Er wordt onderzoek gedaan naar vervanging van importvoer door lokale grondstoffen. Er is gisteren overleg geweest tussen de medische zending, het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Financiën en Planning over betalingsachterstanden bij de medische zending. Het ministerie van Volksgezondheid zal de schulden overnemen om de organisatie financiële ruimte te geven voor haar missie. Concrete werkafspraken en een strategie zijn vastgesteld om de dienstverlening te optimaliseren met oog voor alle betrokken partijen. President Chandrika Prasad Santokhi besprak op 18 maart 2024 een studiereis voor Nederlandse juristen, georganiseerd door Sudama Advocaten en Meester in Opleidingen. De reis biedt Nederlandse advocaten de kans om bij- en nascholingscursussen in Suriname te volgen. De president benadrukte de waarde van samenwerking tussen Nederland en Suriname en steunde de organisaties in hun streven naar verbeterde samenwerking. Hij beloofde geen concessies aan te doen aan rechtvaardigheid.